is het gat, het gat van Den Hoorn. Daar is het gat, het gat van Den Hoorn. Daar is het gat van Den Hoorn. Een dorp met een gat, dat is toch geen forum? Het centrumplan dat ligt al 20 jaar op zijn gat. Hey, dat klinkt wel goed eigenlijk, hè? Op zijn gat. Het gat van Den Hoorn, op het gat van Den Hoorn. En daar is er heel veel gedoe tussen mensen die niet met elkaar eens zijn. En dat maakt ons al lang niet meer uit wie het er nou wel of niet met elkaar eens is, als er maar gewoon eens wat gaat gebeuren. Het andere protestlied gaat over de Harnaspolder. Op het harnas is een catastrofe gaande. Ik dacht dat ik me in een andere wereld waande. Wij hebben een heel warm hart voor de Noren en het gaat ons erg aan datzelfde hart dat het zo achteruit loopt. In ieder geval met de blokkendozen die maar langs de A4 worden neergegooid. Als je vanaf de A4 kijkt is het misschien niet zo erg, maar als je vanaf de dorpskant naar die blokkendozen kijkt, denk je, wat is dit voor grafzerk grijze treurnis? O blokkendoos, o grafzerk grijze treurnis, is het zo echt bedoeld of is dit voor de show? Het is als een ongewenst cadeau, het lelijkst van de regio. Ho, blokkendoos, wie roept er ho in Citaslo? Nou, we hebben eerlijk gezegd het idee dat we echt niks gaan bereiken met dit. Maar we hebben wel een hoop lol. En in ieder geval schudden we de boel weer een beetje wakker. Zondag spelen de Maxima's de nieuwe en ook oude liedjes tijdens een optreden in de Kikkerdhoek. Wie niet kan komen, moet de site van de band in de gaten houden. Ik denk dat wij die nummers op onze Facebook gaan zetten en op onze site. We hebben een demo opgenomen vanavond en wie weet gaan we het nog eens voor het echt ook opnemen. Maar ik verwacht wel dat dit een nieuwe 1 wordt in de Westlandse 50.